In dit filmpje leg ik je een oefening uit op TVNA. Gegeven is volgende schema. Ik heb een stroombron van 3 ampère. Daarover staat een weerstand van 10 ohm. Ik heb nog een weerstand van 5 ohm. En tussen punten A en B staat een meetinstrument. In het ene geval zal dit een voltmeter zijn. In het andere geval is dit een amperemeter. Daarvan weet ik dat als dus bijvoorbeeld bij een ideale amperemeter, als we spreken over een ideale amperemeter, dat dan de inwendige weerstand 0 zal zijn. En als we spreken over een inwendige weerstand van een ideale voltmeter, dan is dit oneindig groot, dus zeer groot. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat een ideale amperemeter zich op dat moment zal gedragen als een kortsluiting en een ideale voltmeter zich zal gedragen als een open klem. En dan kijk ik verder, aan de rechterkant, zie ik 5 ohm, 10 ohm en een spanningsbron van 10 volt. Wat moet ik nu doen? Gevraagd is, wat registreert het meetinstrument? Het meetinstrument indien de meter een ideale amperemeter is en wat meet het meetinstrument als de meter een ideale voltmeter is? Dus we gaan met punt A en B beginnen. En hoe ga ik nu te werk? Eigenlijk kan ik hier de methode van TVNA toepassen. Want wat wordt er eigenlijk gevraagd? Er wordt gevraagd hoe groot de stroom zal zijn door die tak AB, of eigenlijk de spanning over de punten AB, afhankelijk of we nu over een amperemeter of over een voltmeter spreken. Maar concreet wil dit zeggen dat als we tussen punten A en B de meter, als we die wegnemen, en dan kijken wat dit volledige netwerk is en of dat we dit netwerk kunnen vereenvoudigen volgens de methode van TVNA, namelijk vervangen door 1 spanningsbron en 1 bijhorende TVNA-vervangingsweerstand, inwendige weerstand, dan zal dus ik op een eenvoudige manier de meter, de ideale voltmeter en de ideale amperemeter daarin kunnen schakelen. Dus hoe ga ik nu te werk? Want ik zie hier een stroombron en ik zie een spanningsbron. Dus ik kan eigenlijk werken met enerzijds de wet van superpositie, waarbij ik zal onderzoeken hoe groot de spanning zal zijn tussen punten A en B. Want dat is dus de methode van TVNA. Wat moet je doen? Je moet dus de verbruiker tussen punten A en B neem ik weg. En ik kijk tussen punten A en B hoe groot de spanning is. Maar aangezien dat ik nu werk met 2 verschillende bronnen, ik heb een stroombron en een spanningsbron, en ik zou eigenlijk kunnen zeggen van hoe groot is nu de opgewekte spanning tussen punten A en B te gevolge van alleen maar de stroombron die actief is en de spanningsbron niet actief. En dan ten tweede, hoe groot is tussen diezelfde punten A en B de opgewekte spanning als alleen de spanningsbron actief is en niet de stroombron. En dan op het einde zal ik de 2 verschillende opgewekte spanningen tussen punten A en B, dus de zogenaamde TVNA-spanningen, die zal ik dan optellen en dat, dan bekom ik mijn uiteindelijke spanning. Dus rekening houden natuurlijk met de spanningspijltjes, staan ze in dezelfde richting of niet, zal ik ze al dan niet moeten optellen of aftrekken. Dus ik begin met alleen maar de stroombron actief, dus ik neem het schema over en wat doe ik? Dus ik neem de meter eruit uit punten A en B, dus eigenlijk hier tussen bevindt zich niks meer. En wat wil ik berekenen? Hoe groot is de spanning tussen die 2 punten? Dus ik schrijf het opnieuw over. En wat doe ik? Ik ga dus de stroombron actief houden. En wat moet ik doen als ik de spanningsbron dus niet actief wil maken? Dan ga ik die vervangen door een kortsluiting. Dus ik teken hier een kortsluiting. Dus ik wil heel graag weten, hoe groot is de spanning tussen punten A en B? Ik teken nu het pijltje naar boven, maar het kan even goed naar beneden zijn. Dus ik weet niet hoe groot die spanning zal zijn. En ik probeer na te gaan, hoe groot dat de spanning is tussen punten A en B. En ik heb hier dus 3 ampère, ik heb 10 ohm, ik heb hier 5 ohm, 5 ohm en nogmaals 10 ohm. Maar die 10 ohm is kort gesloten, 10 ohm is kort gesloten. Dus eigenlijk speelt die niet mee. Dus wat heb ik dan nog? 5 ohm en 5 ohm. Die vormen samen, die staan in serie, en die vormen samen 10 ohm. Dus ik moet geen rekening houden met die punten A en B. Het is te zeggen, hier tussen staat niets. Ik wil de spanning weten, dus de potentiaal van A ten opzichte van het potentiaal van B. Dus het spanningsverschil tussen die 2 punten. Maar daarvoor wil ik dus dit netwerk oplossen en kijken waar dat de verschillende stromen vloeien. Zodat ik eigenlijk op basis van de stromen
de spanningen over de weerstanden kan berekenen en zo misschien wel de spanning kan achterhalen tussen die punten A en B. Dus wat zie ik? Als dit 10 ohm is, en dit is 10 ohm, dus ik zie een aftakking, hè? Dus 3 ampère vloeit hier in dit punt, komt samen en het wordt opgesplitst in twee vertakkingen. Maar in twee vertakkingen waarbij dat de weerstandswaarde in elke tak even groot is. Dus met andere woorden, zal diezelfde stroom 3 ampère, die stroom 3 ampère, zal zich splitsen over de twee takken. Maar aangezien dat de weerstanden al twee even groot zijn, dan mag ik zeggen dat de stroom de helft zal zijn. Dus die stroom zal zich mooi verdelen over die twee takken, waarbij dat dus telkens 1,5 en 1,5 zal vloeien, want de som van 1,5 ampère en 1,5 ampère is samen 3 ampère. Dus 3 ampère vloeit hier naar links en die splitst zich enerzijds in 1,5 en nog 1,5 ampère. Omdat dus de twee weerstanden in beide takken even groot zijn. Waar vloeit de stroom hierdoor? 1,5 door een kortsluiting. Dus geen stroom door die 10 ampère. Hoe kan ik nu de spanning achterhalen tussen punten A en B? Ik teken dus de pijl naar boven en ik zie wel waar ik uitkom of ik dus een positieve of een negatieve spanning heb. Maar ik teken nu deze pijl dus naar boven. En ik wil dus zeggen, als ik dus wandel van de punt B naar A via de kortste weg, dus kies een kortste weg van de punten B naar A, van B naar A, kortste weg, en alle spanningen die ik tegenkom, dus in mijn wandelzin neem ik positief, al de andere neem ik negatief. Dus die tegengesteld zijn aan mijn wandelzin, die neem ik negatief. Dus dan moet ik eerst achterhalen hoe groot zijn nu de spanningen, bijvoorbeeld als ik van B naar A wandel via dit stuk. Dit zou ik kunnen doen. Dus dat is eigenlijk het kortste stuk van B naar A. Ik zou ook zo kunnen wandelen. Dus via die kortsluiting is eigenlijk nog gemakkelijker. Nou, dus ik neem nu bijvoorbeeld het linkste pad van B naar A. Wat heb ik hier dan? Die 10 ohm. Welke spanning staat hier over? 10 ohm maal 1,5 ampère is gelijk aan... dus ik heb hier 15 volt over mijn 10 ohm staan. En 1,5 ampère door 5 ohm geeft mij dus een spanning van, dus 5 maal 1,5 ampère is 7,5 volt. 7,5 volt. Dus eigenlijk die spanning, diezelfde spanning, staat ook over deze weerstand. Dus 5 ohm, als de stroom nu naar links, die vloeit verder naar links. Hè. Die stroom is 1,5, dus die vloeit zo. En eigenlijk staat de spanning tegengesteld aan de stroom en is eigenlijk ook 7,5. Dus ik moet eigenlijk niet verder zoeken van B naar A, dat is misschien de gemakkelijkste weg. Dit is gelijk aan 7,5 volt. Of ik kan ook zo wandelen, hè. Dus 15 kom ik dan tegen en dan min 7,5, dus 15 min 7,5 is ook 7,5 tussen de punten B en A. Dus ik kies een wandelrichting van B naar A. Waarom? Omdat ik mijn puntpijl naar boven heb gekozen. Ik zou het ook omgekeerd kunnen gekozen hebben, maar dan kwam ik dus min 7,5 volt uit. Dus dat heb ik dus niet gedaan, dus ik heb nu goed gekozen dus voor een positieve zin. Dus dat is mijn eerste UTVNA. Ik noem die UTVNA accent. Dus in het eerste geval, eerste situatie, UTVNA accent. Tweede situatie is waarbij ik dus mijn stroombron dus desactiveer en dat ik mijn spanningsbron actief zal behouden. Dus desactiveren, stroombron, geen stroom doorlaten. Dat wil zeggen, de stroombron vervangen door een open keten. Dus die openlaten, een open keten. Dus ik teken die niet meer, ik laat die weg. En hier teken ik dus mijn spanningsbron. En wat wil ik nu weten in dit tweede schema? Hetzelfde. Tussen punten A en B wil ik zeer graag weten hoe groot is nu die spanning. Ik noem die UTVNA, dubbel accent. Ik teken terug de puntpijl naar boven in veronderstelling dat de spanning... zo gericht zal zijn, positief. Ik zie het wel, misschien is het negatief, dan verander ik wel de puntpijl, maar ik ben hiermee. Hoe kan ik nu gemakkelijk afleiden hoe groot dat die spanning zal zijn? Ik heb hier dus enerzijds 10 ohm over mijn 10 volt, dus dat wil zeggen sowieso hier 10 volt over. 10 volt over of een stroom van 1 ampère. En ik heb in de andere tak heb ik 5 ohm, 5 ohm en 10 ohm, dus in totaal heb ik 20 ohm. Dus die samen vormen 20 ohm. 20 ohm. Wat heb ik dus, als ik goed kijk? Dus die staan in serie. 10, 5 en 5 vormen samen 20. En die 20 staat in parallel met 10 ohm. Dus ik schrijf 20 ohm parallel met 10 ohm. En ik kan het uitrekenen. 20 ohm maal 10 ohm. Gedeeld door 20 ohm plus 10 ohm.
En dan kom ik uit, ik heb het uitgerekend. Dan kom ik een weerstand uit van 6,67 ohm. Goed, en wat ben ik daar nu mee? Dus wat kan ik daaruit afleiden? Wat kan ik daar nu precies mee doen? Ik kan dus zeggen hoe groot dat de uiteindelijke spanning zal zijn uit mijn spanningsbron. Dus als ik weet dat dit totaal 6,67 ohm is, dan kan ik afleiden hoe groot dat mijn totale stroom is. Maar ik kan ook kijken, dus ik reken uit, dus als ik die 20 ohm parallel met 10 ohm schakel, heb ik dus 6,67 ohm. Dus wat zal de stroom zijn die hier vloeit? Dat zal eigenlijk zijn 10 volt gedeeld door 6,67 ohm. En dat heeft mij, dus ik ben aan het kijken, dat zou 1,5 moeten zijn. 1,5 ampère. Dus dan weet ik dat enerzijds een stukje van die stroom naar 1 ampère gaat en een stukje van die stroom gaat naar 0,5 ampère. Dus dit is logisch, want in deze tak is de weerstand dubbel zo groot als hier. Dus zal de stroom in die tak, waarvan de weerstand dubbel zo groot is, dubbel zo klein zijn, dus de helft kleiner van de stroom hier door 10 ohm. Dit is logisch. Ja. Oké. Okay. Ik wil mijn uiteindelijke spanning U tevenaar totaal berekenen. U tevenaar totaal is gelijk aan U tevenaar accent plus U tevenaar dubbel accent. En daarvoor moet ik dus nog eerst mijn U tevenaar dubbel accent berekenen. Ik weet ondertussen dat over mijn 10 ohm, ik kies dus het kortste punt, hè, wandelend van punt B naar A, bijvoorbeeld via deze tak. Wandelend van B naar A. Dus ik wandel naar boven, 10 ohm, 5 ohm kom ik tegen. Dus wie kom ik dan allemaal tegen van spanning? Ik wandel dus naar rechts, naar boven, 10 volt kom ik tegen. Dan wandel ik naar links. Ik heb een stroom die naar links vloeit, dus ik heb een spanningspeil die naar rechts staat. Hoe groot is de spanning over die 5 ohm? 5 ohm maal 0,5 ampère is dus gelijk aan 2,5 volt. 2,5 volt, dus hoe groot is de spanning U tevenaar? 10 volt min 2,5 volt. Dat is 7,5 volt. Dus er staat 7,5 volt tussen de punten A en B. Dus hoe groot is U tevenaar in totaal tussen de punten A en B? Enerzijds die 7,5 volt, plus, dus ik teken de pijl naar boven, dus ik veronderstel dat U tevenaar, dus mijn U tevenaar, ik ga die, het maakt eigenlijk niet uit, want ik ga dus in beide situaties heb ik mijn puntpijl naar het punt A getekend. Dus dit wil zeggen dat ik deze twee spanningen kan optellen. Stel dat deze puntpijl bijvoorbeeld naar beneden stond, dan moest ik de spanning van elkaar aftrekken. Het is wel belangrijk, als ik dus naar mijn vervangingsschema ga, mijn vervangingsschema hier, dus dan heb ik hier bijvoorbeeld een spanning getekend, waarbij dit de pluskant is, en dit de minkant. En dus, ik zie dat de pluskant wijst naar punt A. De pluskant wijst naar punt A. Dus hier wijst de pluskant ook naar punt A en de pluskant wijst ook naar punt A. Dus mijn U tevenaar totaal is dus een spanning die ik zelf gekozen heb, waarbij dat de pijl, puntpijl, wijst naar A. Vandaar dat ik ze gewoon mag optellen. 7,5 plus, nog een keer, 7,5. Heeft mij in totaal 15 volt. Dus mijn U tevenaar is eigenlijk 15 volt. 15 volt. Ja. Hoe groot is nu mijn R tevenaar? R tevenaar moet ik daarvoor doen. Ik neem dus hetzelfde schema, ik teken dat over. Maar wat ga ik dus vervangen? Ik moet van mijn schema moet ik mijn stroombronnen en mijn spanningsbronnen weglaten. Dus tezamen vervangen door een open kring, stroom door open keten en spanningsbron vervangen door een kortsluiting. Dus ik ga hier een kortsluiting bij tekenen. Dus mijn 10 ohm wordt kortgesloten of
die telt eigenlijk niet mee in de berekening. En wat is nu de bedoeling van R7A? Om die weerstand tussen de punten A en B te berekenen. Hoe groot is nu die weerstand van die punten A en B? Dus je moet je voorstellen dat hier tussen een ohmmeter staat. Dus niet denken van, oké, dit is nu een schakeling. En op zicht, nu op dit eerste zicht, is 10 ohm en 5 ohm en 5 ohm via die kortsluiting. Dat is allemaal één grote seriekring. Dat klopt. Dat is waar. Maar dat is niet gevraagd. Dus wat is er nu gevraagd? Kijk eens tussen punten A en B met een ohmmeter. En kijk nu eens welke weerstand dat daartussen zit. Dus enerzijds ga ik meten, dus tussen punten A en B meet ik die tak, dus de linkse tak en de rechtse tak. Dus de linkse tak samen is eigenlijk 15 ohm. 5 en 10 ohm geeft mij 15 ohm. Dus die ohmmeter meet enerzijds 15 ohm, maar die staat ook nog eens parallel met die 5 ohm. Dus die ohmmeter meet een weerstand, R7A, van 15 ohm parallel met 5 ohm. Dus dat is een ander verhaal. Waarom? Omdat die ohmmeter tussen punten A en B zit. Dus ik moet kijken tussen de punten A en B. Hier tussen zit enerzijds die tak en die andere tak. En die twee takken staan dan parallel ten opzichte van de meting tussen punten A en B. Dus mijn R7A is gelijk aan 15 ohm maal 5 ohm gedeeld door 15 ohm plus 5 ohm. En dan reken ik dit uit en dan kom ik uit 3,75 ohm. Dus mijn R7A is 3,75 ohm. Dus dan heb ik hier mijn vervangingsschema. Dus dit volledige schema, als ik die meter daar uitneem tussen punten A en B, dan kan ik al de rest perfect vervangen door een TVNA-vervangingsschema, waarbij dat tussen punten A en B ik nog altijd diezelfde meter kan plaatsen en waarbij dat ik, als ik die meter hier plaats, de stromen en de spanning die ik zal meten, dat zal hetzelfde effect geven, dus dat zal dezelfde meting zijn alsof ik hier zou meten. Ja? Maar ik heb dus die schakeling vereenvoudigd, zodat ik gemakkelijk nu mijn verschillende situaties kan bekijken wanneer ik dus met een ampèremeter werk of met een voltmeter. En dat ga ik nu doen. Dus mijn eerste situatie is, eens kijken, dus situatie 1. Is de ampèremeter. Die vraag komt eigenlijk overeen met, kijk eens wat de belasting zou zijn tussen punten A en B als dat een kortsluiting is. Dus een ampèremeter met een inwendige weerstand die zeer klein is, of eigenlijk niks. En ik beschouw die dus als ideaal, namelijk een kortsluiting. Dus wat heb ik dan? Een kortsluiting. En wat wil ik dan weten? Hoe groot is een ampèremeter meet stromen? Hoe groot is nu die stroom, of ik zou bijna durven schrijven kortsluitstroom. Ja? Of de stroom door de ampèremeter. Dat kan ik ook schrijven. Hoe groot is die stroom? I is gelijk aan de spanning gedeeld door die weerstand, want ik heb hier nog geen weerstandswaarde uiteraard. Dus ik heb hier 15 volt gedeeld door 3,75 ohm. En dat geeft mij een stroom van 4 ampère. Dus dat is een stroom van 4 ampère. Hoe groot is nu de spanning? Dus hoe groot is de spanning? Als ik dit dus wegdenk, en ik vervang tussen de punten A en B, dus mijn ampèremeter, door een voltmeter, dan zal die zich, als het ideaal is, zich gedragen als een open kring. En dan kan ik hier tussen de spanning meten. Dus U, de spanning U. Maar aangezien dit een open kring is, ideale situatie, dan zal hier geen stroom vloeien. En hoe groot is dan de spanning tussen punten A en B? Dan is dat de spanning 15 volt. Waarom 15? Je kan zeggen, ja, die weerstand staat hier tussen. Dat klopt. Maar aangezien dat er geen stroom vloeit door die weerstand, is er ook geen spanningsval over die weerstand. En zal de spanning dat bovenste punt, die pluskant, dus die potentiaal perfect doorgeven naar de A-kant. En zal dus tussen punten A en B perfect 15 volt gemeten worden. Dus, tweede situatie, met alleen maar de voltmeter, dan meet ik 15 volt. Dus dat is de situatie met alleen maar de voltmeter. Dan tenslotte wordt er gevraagd van, zitten we in situatie A? Situatie A waarbij dat er hier dus een kortsluiting is, of waarbij dat er dus een ampèremeter tussen staat. En ik heb datzelfde schema, dus dit schema heb ik overgetekend hier, maar ik moet dus rekening houden met de situatie
waarbij ik dus met een ideale amperemeter werk, namelijk alsof dat dan kortsluiting is. En nu is de vraag, wat is het vermogen geleverd door de stroombron en het vermogen geleverd door de spanningsbron? Dus wat is eigenlijk gevraagd, als ik hier dus de stroom heb, wat is dan de spanning die over de bron staat? Want spanning maal stroom heeft mij het vermogen geleverd door die bron. En hetzelfde voor de spanningsbron. Dus de spanning, ik weet al 10 volt, maar wat is de stroom die er geleverd wordt? Dus kan ik nu uit dit netwerk al achterhalen hoe groot de spanningen en stromen zullen zijn die geleverd worden door deze bron. En ik bekijk het netwerk. Ik zie hier 3 ampère. 3 ampère vertrekt uit deze stroombron en komt toe op dit punt. Dus die 3 ampère zal zich splitsen door die 5 ohm en ergens naartoe gaan en ook over die 10 ohm. Maar wat merk ik op is dat tussen dit punt en dit punt, dit is eigenlijk een kortsluiting. Dus dat is een kortsluitstroom. Dus wat er eigenlijk zal gebeuren, is als er dus hier 3 ampère uitvloeit, dan zal er sowieso hier 3 ampère terugvloeien. En de stroom van die 5 ampère die hier vloeit, naar rechts, die zal eigenlijk via die kortsluiting, die 2 punten zijn eigenlijk met elkaar verbonden, maar hier zit dus nu een draad tussen, want die amperemeter zit daar tussen, eigenlijk zit er hier een amperemeter tussen, met een zeer lage weerstand. Ik zou hier ook een amperemeter, zo een amperemeter kunnen tekenen. Ja, maar ik teken het nu als een kortsluiting, om echt visueel te zien dat er hier dus een inwendige weerstand is die zeer klein is en de maximale stroom. Dus die stroom die door 5 ohm vloeit, die zal hier ook terugvloeien. Dus wat kan ik nu afleiden? Ik kan dus afleiden dat die 3 ampère zich zal splitsen over 5 ohm en over 10 ohm. Die 5 ohm is de helft zo groot als 10 ohm. Dus hier zal dubbel zoveel stroom vloeien dan door die 10 ohm. Dus je kan rekenkundig afleiden dat hier dus 1 ampère vloeit en dat hier 2 ampère vloeit. Sowieso. Opgelet, moest dat draadje hier niet staan, dan is dat niet het geval. Want dan is het niet een verdeling, een stroomdeler, formule van de stroomdeler, over enerzijds de 10 ohm en de 5 ohm. Nee, stel dat dit draadje hier niet staat, dan is er hier nog eens 5 ohm en hier nog een keer 10 ohm en misschien nog de inwendige weerstand van die 10 volt enzovoort enzovoort. En dan is dat een totaal andere weerstand. Maar door het feit dat dat hier kort gesloten is, mag ik dus zeggen dat die stroom 3 ampère zich splitst over 2 ampère en over 1 ampère. Omdat dus diezelfde stroom hier, sowieso die 1 ampère, wat ga ik dus hebben? Sowieso 1 ampère vloeit hier naar beneden, dus vloeit hier terug. Als er hier dus 3 ampère uitkomt en hier vloeit er 1 ampère. Dus van die 3 ampère was hier nog over 2 ampère. Kan het niet anders als hier dus 1 ampère toekomt in dit punt en ik moet hier 3 ampère hebben, dan zal er hier wel 2 ampère terug moeten vloeien. Dat kan niet anders. Ja. Je zou kunnen denken van, wat is nu de vraag? Door die groene kabel vloeit er daar ook 2 ampère door. Dus sowieso zal er hier een stukje wel van 2 ampère doorvloeien, maar ik heb daar juist berekend dat mijn zogenaamde kortsluitstroom of de stroom door die amperemeter die zich gedraagt als een kortsluiting met een inwendige weerstand zeer klein, dat de stroom hierdoor 4 ampère is. Dus enerzijds wordt er hier 2 ampère in geïnjecteerd van de linkerkant van die schakeling, maar langs de andere kant wordt er hier ook dus 2 ampère van de andere kant geïnjecteerd. Wat heb ik nog over? Wat weet ik hier? Dat is 10 volt. 10 volt staat over 10 ohm. Dus sowieso staat er 10 volt over 10 ohm. Dan zal de stroom hierover 1 ampère zijn. Want hierover moet ik dus 10 volt hebben. Dus 1 ampère maal 10 ohm is gelijk aan 10 volt. Wat wil dat zeggen? Dat in dit knooppunt dus 2 ampère en 1 ampère vloeit. En dat er dus moet toekomen 3 ampère. Ik heb dit dus nu opgelost op basis van redeneren. Je zou dit ook perfect kunnen oplossen met de wetten van Kirchhoff, of met de Lussewetten, of nog met een andere methode, met bijvoorbeeld superpositie, waarbij je enerzijds de stroombron en de spanningsbron desactiveert en dan kijkt wat dat al de stromen is. Als dat voor u makkelijker is, dan is dat voor mij ook oké. Dus hoe leiden we nu
die verschillende vermogens af. Dus goed opletten hier tussen punten A en B, dat dit dus een kortsluiting is. En dus enerzijds heb ik dus mijn linkse netwerk en mijn rechtse netwerk. Dus als ik van mijn rechtse netwerk kijk, hier die 3 ampère vloeit uit die spanningsbron, dan vloeit die 3 ampère ook sowieso terug. En als er 1 ampère naar beneden vloeit, gaat die ook hier naar beneden vloeien. En als dat hier het knooppunt is, waar dat 1 ampère toekomt en 3 ampère wegvloeit, dan kan het niet anders dat er hier ook 2 ampère naartoe vloeit. Ja, dus het is duidelijk dat die 2 ampère hier samenkomt via die kortsluitdraad en terug zich opsplitst naar links en naar rechts. Ja. Of het geen draad zijn, gewoon een puntje, een aanraakpunt, dan zag je mooi dat dat hier die rechtse kring en die linkse kring, waarbij alle stromen vloeien. Dus je kon het ook zo getekend hebben dat deze twee punten tegen elkaar raakten. En dat ik dus geen kabel tekende. Dat kon ook. Het belangrijkste is hier, wat ik dus weet, hoe groot is de stroom en hoe groot is nu die spanning hierover. Hoe groot is nu die spanning? Die spanning is even groot als de spanning over die 10 ohm. En die grootte is 10 ohm maal 1 ampère, dus 10 volt. Dus hoe groot is dan mijn vermogen geleverd door mijn stroombron? 3 ampère maal 10 volt geeft mij 30 watt. Hoe groot is nu mijn vermogen geleverd door mijn spanningsbron? Dus ik heb enerzijds 10 volt, sowieso dat weet ik, maar dat is de stroom die geleverd wordt 3 ampère. Dus het vermogen geleverd door de spanningsbron is 3 ampère maal 10 volt, is ook 30 watt. Toevallig. Dus dat zijn de twee geleverde vermogens in situatie A, waarbij ik dus een ideale amperemeter heb, of eigenlijk een kortsluiting. Dus je zou zelf nu eens kunnen nagaan hoe groot is nu de geleverde vermogen, of het geleverde vermogen, als dit dus een open kring is, als tussen punten A en B geen kabel staat. Dus dan zitten we met een andere situatie. Ten slotte wordt nog gevraagd, bepaalde uitwendige karakteristieken tussen de punten A en B. Dus punten A en B, dus de uitwendige karakteristieken tussen punten A en D. Dit wil eigenlijk zeggen van, geef mij eens de karakteristiek van deze niet-ideale spanningsbron. Want, volgens de wet van Thevenin, kan ik dus een moeilijk schema vervangen door een spanningsbron en daarmee een serie een weerstand, R-Thevenin. Dus die U-Thevenin en R-Thevenin samen vormen eigenlijk een niet-ideale spanningsbron, waarbij dat die R-TVN de inwendige weerstand kan voorstellen. En ik kan dat voorstellen in een spanningstroomgrafiek. Dus ik teken op mijn Y-as mijn spanning, op mijn X-as mijn stroom. En ik weet, dit is een lineaire karakteristiek, ik weet twee extreme punten. Dus enerzijds waarbij dat deze niet-ideale spanningsbron dan zal kortgesloten worden, dus kortsluitstroom. Als ik hier die kortsluit, dan heb ik de zogenaamde kortsluitstroom. En dat was deze, de situatie waarbij ik een amperemeter zette. Dat was de zogenaamde, in mijn verhaal, dit hier, de kortsluitstroom. Dat is 4 ampère. Dus ik schrijf hierbij, 4 ampère is dus het punt waarbij dat mijn karakteristiek de x-as zal snijden. Wat is nu het punt waarbij mijn karakteristiek de y-as zal snijden? Dat is de situatie waarbij ik een open klemspanning heb. Dus waarbij ik een oneindig grote weerstand heb, of eigenlijk geen weerstand, of tussen punten A en B, die staan eigenlijk open. En wat was dat? Dat was dan uiteindelijk 15 volt. 15 volt. Wat is nu mijn karakteristiek? Als ik die 15, dus lineair, verbind met mijn 4 ampère, dan heb ik mijn gevraagde uitwendige karakteristiek tussen punten A en B. En afhankelijk van dus de belasting tussen punten A en B, welke weerstand ik hier ook zet, 1 ohm, 2 ohm, 1000 ohm, 10.000 ohm, maakt niet uit, zal ik dus een belastingskarakteristiek hebben, dus een weerstandslijn, en daarbij dan een snijpunt, een werkingspunt, waarbij ik kan bepalen hoe groot dat de bijhorende spanning en stroom zal zijn van die bepaalde weerstand. En hiermee heb ik dus een oefening opgelost op Thevenin.